Kevin. Jelle. It's the day after the night before. Ja, the day after the day before the day after tomorrow. Ja, moet je lekker slapen? Ja, best wel. En ik dacht, ik skip Nintendo, dus ik heb heerlijk geslapen. Ja, Nintendo Direct bedoel je, want het is nu bij ons is het 10:10. Mm-hmm. We hebben om 12:30 onze eerste afspraak. Timo, Joey en Joe zijn al naar de beurs voor een Nintendo event en Joey gaat proberen Timo en Joey Show in het Mediacentrum op te nemen. Ja. En wat hebben wij gedaan? Wij hebben al net onze Inside Talk opgenomen over zowel Sony en daarna Nintendo. Rob gaat proberen Sony alvast te editen en dan gaan we naar de drie en dan gaat hij Nintendo editen. Dus hopen dat het allemaal goed gaat. Ja. En we hebben, Rob die, we hadden zeg maar een groot videobestand, weet ik veel. En ik heb gewoon gezegd, doe het als mp4'tje. Ah, god. Ja, ja dus dat, en dat scheelt nu echt enorm, want we hebben een scheidverbinding in Amerika hier. Ja, dat is echt verschrikkelijk. 30, mensen weten dat misschien niet, maar 20, 30 kb upload. Ja, ja, dus van, bij ons op de slaapkamer, als je echt net naast de router zit, dan is het 40 kb upload en het is iets van 100 kb down. Dus het is echt... Ja, ik wil ook wat roken, zodat ik straks naar play kan. Ik wil, niet, eigenlijk, ik wil echt niet naar de wc op de beurs. Ik, nee. ik wil dat echt niet. Nee, ik ben echt niet schuw voor openbare toiletten, echt niet. Maar tankstations in Frankrijk, daar ga ik niet, gewoon niet naar de wc. Nee. En op de E3. Ik ben er nooit geweest, maar ik wil eigenlijk daar ook niet naar de wc. Want anders, nee. Dus. Hey, waar kijk je het meest naar uit vandaag? Vandaag. Oh. Ja, exactly. Oh, well, thanks for pointing out. Thank you. Blijkt dus dat we 30 voet van het gebouw verwijderd moeten zijn om überhaupt te mogen roken. Zegt de vrouw net tegen mij. Oké. Okay. Dus voortaan ga ik gewoon daar staan, dan ziet ze het niet. Nee. En waar kijk je het meest naar uit? Waar kijk ik het meest naar uit? Voor vandaag of de hele E3? Ja, gewoon voor vandaag, wat je vandaag gaat zien. Nee, ik ga vandaag naar Warner Brothers. En dat is, ik weet niet wat ze... is dat Koch Media? Valt het ook onder Warner Brothers of niet? Nee, dat is een andere. Dat dit is, je gaat Batman Arkham Origins. Dus alleen Arkham Origins? Ja, en met andere games. Dan wordt het ook Batman Arkham Origins. En ik ben best wel... Ik ben niet echt een hele hardcore Batman fan. Maar ik heb best wel wat comics gelezen. En ik ben echt een fan van die films en zo. En van het personage. Dus ik vind wat ik nu gezien heb, ziet er echt goed uit. Met de Black Mask en Deathstroke en zo. Dus dat vind ik wel echt coole characters. Cool. Lijkt erop dat ze wel echt een goede game gaan maken, ondanks dat het niet Rocksteady zeg maar zelf is. Nee. Dus, oké. Okay. Ja, ga jij eigenlijk vandaag verder doen? Ik ga EA bekijken, Nintendo bekijken. Ik heb Call of Duty Ghosts afspraak, dus daar ga ik snel een previewtje van tikken. Ja. En, maar we gaan eerst aan het even boodschapjes doen, want okay. De bananen alles zijn op. Ja, bananen, belangrijk. Goed. Smile Wave.